No taxation without representation. Jeetje, is hij in een eerdere video al bezig gegaan met natuurkunde, hè? Met, met die biljartballen en de natuurwetten van Newton. Gaat hier ook nog een stukje Engels doen? Jorjong, hou toch gewoon bij geschiedenis. Oké, okay, nou, dat ga ik doen. En dat doen we door uh, door te gaan naar het tweede deel van de historische context. Een, een, een nieuwe vraag die er ook bij hoort. Hoe werden verlichte ideeën tijdens de democratische revoluties in de Verenigde Staten en Frankrijk in de praktijk gebracht? Okay, dus in het eerste deel hebben we gezien hoe die ideeën van de verlichting ontstonden en wat voor soort ideeën dat waren. Nu zullen we gaan kijken naar wat dat in de praktijk betekende voor twee landen, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Frankrijk. Eerst naar die Verenigde Staten. Want die verlichtingsideeën die blijven namelijk niet beperkt tot alleen Europa. Die worden ook verspreid in de Britse kolonie in Noord-Amerika. Dat zijn de dertien koloniën, de roze gebieden die je hier aan de Amerikaanse oostkust ziet liggen. En ja, de kolonisten daar die kwamen in aanraking met die verlichte ideeën via bijvoorbeeld briefwisselingen. Ze hadden heel veel contact nog met uh, mensen in Europa, in de oude wereld gezegd. En ja, dan werd er ook gecorrespondeerd over uh, ja, allerlei boeken en ideeën en uitspraken en dergelijke. En uh, bijvoorbeeld ook uh, door middel van de literatuur, dus ook die boeken, die werden ook uh, verspreid in die Britse koloniën. Dus zo kwamen ze daar in aanraking met die verlichte ideeën. En dan waren het toch vooral die ideeën over politiek en over machtsverhoudingen die veel weerklank vonden bij die Britse kolonisten. Want uh, dit alles zorgde voor uh, de behoefte aan meer zelfbeschikking. Hè. De, de, de Britse kolonisten waren dus uh, in de nieuwe wereld, maar ze waren wel onderdanen van die Britse koning. En, en ze moesten dus ook zich houden aan de Britse regels. En in Groot-Brittannië werd bepaald hoe ze daar moesten leven. En ze wilden dus meer. Zelf kunnen beschikken, meer zelf kunnen bepalen over hun eigen koloniën. Want er waren een aantal zaken waar ze heel blij mee waren, en een aantal zaken waar ze niet zo blij mee waren. En ja, waar ze blij mee waren was bijvoorbeeld dat ze in principe veel vrijheid hadden in hun eigen bestuur binnen hun eigen kolonieën. Ze waren dus dertien in eerste instantie. Um, ja, hadden ze dus uh, relatief veel autonomie, konden ze heel veel zaken zelf bepalen. En ook was er uh, vrijhandel, konden ze uh, met die kolonie onderling, maar ook met uh, de rest van de wereld uh, heel vrij handelen. Dat waren de dus zaken waar ze best wel over te spreken waren. Maar tegelijkertijd ja, was de Engelse koning George III, uh, die was steeds uh, meer bezig om de macht naar zich toe te trekken. Hij wilde absolute macht. En hij had ook constant nieuwe belastingen nodig om een aantal grote oorlogen te betalen. En, en dat, die moest hij ergens vandaan halen. En dat kwam bijvoorbeeld ook uit, uit die kolonie. Dus de belastingdruk die liep alleen maar op. En toen het die Engelse kolonisten verplicht werd om uh, steeds meer te kopen van Engelse handelaren... ...en dus niet meer van Nederlandse of Portugese of Franse handelaren... Uh, ...die vrijhandel dus eigenlijk ook in het geding kwam... ...ja, toen was eigenlijk ook wel een beetje de maat vol... ...dit waren allemaal zaken die ze niet zo tof vonden... Ja, dat alles leidt eigenlijk tot uh, steeds meer frustratie om die kolonisten. Ze leven in een nieuwe wereld. Ze zijn juist uit de oude wereld weggevlucht om, om een nieuwe start te maken. Hè. Ze, ze zijn ook blij met die relatieve vrijheid die ze daar hebben. Maar die vrijheid die komt er steeds meer in het gedrang. En uh, wij moeten wel belasting betalen, steeds meer zelfs. Maar daarvoor krijgen wij geen politieke vertegenwoordiging in het Engelse parlement. En dat is waar die titel van die video ook op slaat. Dat is de leus van die kolonisten: No taxation without representation. Oftewel, wij willen alleen nog maar belasting betalen als we ook uh, gerepresenteerd worden, vertegenwoordigd worden in dat Engelse parlement. Maar die Britse koning George III, waarvan je de naam overigens niet hoeft te onthouden. Ja, die wil daar niks van weten. Die volgt echt een onbuigzame koers. En die, die wordt steeds absoluter. Ja, dat frustreert natuurlijk bij die kolonisten, die ook steeds meer in aanraking komen met die verlichtingsideeën. En dat leidt dan ook tot de oprichting van de zogenaamde Committees of Correspondence. En dat zijn uh, eigenlijk uh, lokale verzetsgroepen, burgercomités die zich gaan verzetten tegen die Britse maatregelen, die onderling contact houden met elkaar. En die in de jaren 60 en zeker in de jaren 70 van de 18e eeuw ook steeds radicaler gaan worden. En uiteindelijk zorgen die committees of correspondence er ook voor dat er in uh, die Britse koloniën een gezamenlijk parlement wordt opgericht. Als wij geen vertegenwoordiging krijgen in het Britse parlement, dan richten wij ons eigen parlement, dan gaan we samenwerken. Tegen die Britse maatregelen. Nou, en door die onbuigzame koers van die Britse koning George III moet dat dus haast wel gaan botsen. En dat is ook wel precies wat er gaat gebeuren. Dat zullen we in de volgende video gaan zien.